welkom bij deze nieuwe video. Ik ben weer vandaag bij jullie terug met een nieuwe adventkalender unboxing. Jullie weten, dit jaar ga ik weer zoveel unboxen als kan. En in deze video ga ik de NYX adventkalender unboxen. Wat maakt deze adventkalender een beetje anders? In plaats van 24 vakjes hebben we maar liefst 31 vakjes. Dus nog meer plezier. Dus je kunt letterlijk in de hele maand december elke dag een vakje openen. En dan heb je gewoon de hele maand elke dag plezier. Een tip aan jullie, maak de vakjes open in de ochtend. Want dan ben je gelijk blij voor de rest van de dag. Als je je ochtend goed begint, zet dat gelijk dus mood voor de hele dag. Dus begin je ochtend altijd goed. En dit kan daarbij helpen. Ik ben super benieuwd wat erin zit. Afgelopen jaar heb ik ook een NYX adventkalender unbox. Niet deze grootste, maar een kleinere. En volgens mij was die echt gewoon bomvol met allemaal lipsticks. Dus dat is ook een beetje wat ik hiervan verwacht. En ik ben heel benieuwd wat erin zit. En aangezien we echt een heleboel gaan openen, laten we dan maar gewoon snel beginnen. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Mijn make-up look vandaag is echt heftig. Ik heb net een andere video gemaakt vandaar. Wat heb ik op mijn lippen? Een fave lip combo van mij. Dat is deze Sweet Tea Lip Pot loodje van Morphe. En deze matte liquid lipstick van Pixi in de kleur Posh Nude. Super mooie nude lip combo. Oké, jongens. Dit is hem dan. De NYX PMU 31 Days Advent Kalender. Hij is wel echt licht. Dat vind ik wel fijn. De laatste Advent Kalender die ik heb unboxed was van Nivea volgens mij. Die was kleiner, maar was echt super zwaar. Dus ik ben blij dat deze een stuk lichter is. Dat scheelt met hier vasthouden. Hij... Oh. En daar, oh. Op de achterkant staat wat erin zit, maar dat willen we natuurlijk niet zien, want we willen worden verrast. Ik vind hem er wel gewoon goed uitzien. Mooi zilver met goud. Dat is ook de vibe waar ik vandaag voor ben gegaan. Zilver hierachter en hier. En dan een beetje goud op mijn ogen om te matchen met deze adventkalender. Hij kost €65. Is wel een bedragje. Is een beetje aan de hoge kant voor een kalender. Maar ja, het is wel 31 dagen in plaats van 24. Dus dat is wel een stuk meer vakjes. Dat zijn 7 vakjes extra. Oké, nou laten we gewoon gaan kijken wat er allemaal in zit, jongens. Ik ben zo benieuwd. Ik heb hem by the way besteld bij Zalando. Ik zet beneden een linkje in de beschrijving. Oké, je moet hem denk ik gewoon... Ja, je moet hem zo openmaken. Kijk hoe leuk dit eruit ziet. Hij is echt super groot, jongens. Oh my gosh. Kijk deze auto hier. Ik ga stuk. Heb ik hem nou omgekeerd vast? Nee. Oh, wacht. Oh, deze kant is gewoon zo omhoog. En dan de andere kant moet je zo vasthouden, zeg maar. Zie je dit? Ik ga stuk om deze auto. Oké, maar goed. Laten we gewoon snel beginnen, jongens. Want we hebben een hoop om te openen. Als er, by the way, andere kalenders zijn die jij graag wilt zien op mijn kanaal, let me know in de reacties. Nou, hier is gelijk vakje nummer 1. Ik hoop dat deze kalender een beetje makkelijk open gaat, want vaak is dat niet. Nou, op zich gaat deze wel goed open. Oeh, we hebben een lipolie volgens mij. Wel een mini versie van hun lipolie. Hun lipolie is echt heel fijn. Ik vind hun lipolie een van de beste qua de betaalbare categorie. Dus ik ben hier heel blij mee. Ik denk dat heel veel ook echt mini size gaat zijn. Dat was volgens mij, als ik me goed herinner, afgelopen jaar ook zo. Nummer 2 is gelijk erboven. Oh, die gaat niet echt heel lekker open, jongens. Mini oogschaduwtje. Ja, een mini glanzende oogschaduw. Een beetje een groenige kleur in de kleur Crystal. Nummer 3 is hier bij de auto. Oeh, een matte lipstick. Hele mooie kleur ook. Een beetje een nude kleurtje. Ja, kijk. Een nude matte lipstick. In de kleur Natural. Ik hoop niet dat echt alles mini is, maar ik ben eigenlijk bang van wel. Dat is ook waarom die zo licht aanvoelt. Dan gaan we naar de andere kant, want hier is dan nummer 4. Hoe maak je die open? Wat is dit? Oh, hier. Zo. Deze is best wel groot. Een oogpotloodje volgens mij. Een blauw oogpotloodje. Ja, eyeliner in de kleur Love. Een beetje pastelblauwig. Of is het paars? Is het blauw of paars? Ik denk blauw. Nummer 5 is ook aan deze kant. Oeh, een matte liquid lipstick volgens mij. Soft matte cream in een donkere kleur. Dit is niet echt een kleur die ik zou opdoen, maar oké. Dit is de kleur... Rome. Heel vaak in adventkalenders worden producten gedaan die niet goed worden verkocht. Of kleuren die bijna niet worden verkocht. En dit is echt zo'n kleur die waarschijnlijk niet echt veel wordt verkocht. Hier is dan nummer 6. Deze is een beetje aan de wat grotere kant. Oeh, liquid highlighter. Tot nu toe lijkt deze adventkalender op die van afgelopen jaar. Die had ook deze producten er allemaal in. Nummer 7. Die is hier. Nog een oogschaduw. In een mooie rode kleur, rose gold. Ook een glanzende oogschaduw. Nummer vakje 8. Oeh, lipbalm. Ja, dit is een lip loving balm. Dus gewoon een lipbalm. Zo rol zich.
Oeh, hij ruikt echt heerlijk. Ik hou altijd van goede lipbalmpjes. En weer terug naar de andere kant, want hier is nummer 9. Ik ben wel blij dat alles soort van wel makkelijk open gaat. Eyeshadow base, dus een oogschaduwbasis. Deze is by the way niet zo goed. En weer naar de andere kant, want hier is dan nummer 10. Oeh, nog een lipstick, een matte lipstick in de kleur Whipped Caviar. Is ook een beetje een nude kleur, maar iets donkerder dan die andere. Deze kleuren vind ik wel allemaal heel mooi. Voordeel aan mini make-up is dat ze wel lekker mee kunnen in je tas. Lekker makkelijk en niet veel plek in beslag nemen. Nummer 11. Die komt vanzelf. Nog een oogschaduw. Nog een single eyeshadow in de kleur Glam Purple. Ik ga eerlijk zijn met jullie. Ik ben tot nu toe niet zo'n fan van deze kalender. Wat moet je hiermee? Wie wil nou 20 losse oogschaduwen? Aan de andere kant hebben we dan hier nummer 12. Die is ook een beetje wat langer. Oeh, primer. Pore filling primer. Ja, de pore filler primer voor je gezicht. Ik persoonlijk vind deze niet zo fijn, want ik heb een droge huid. Maar ik denk dat als je misschien een vettige huid hebt, vind je hem misschien wel fijn. We gaan verder met nummer 13. Oeh, deze lipsticks van NYX zijn altijd heel fijn. De Butter Gloss. Dit zijn echt de fijnste glossjes ever. En ik heb hem hier in de kleur Crème Brûlée. Toevallig weet ik dat exact dit product ook afgelopen jaar in de kalender zat. Ook de kleur Crème Brûlée. Dat is een hele lichte nude kleur. Dan is hier nummer 14. Nog een single eyeshadow in het goud. De kleur Bronze Goddess. En dan hiernaast is gelijk ook nummer 15. Nog een lipolie. Ja, lipolie, maar deze is een beetje anders. Deze is in de kleur Sheer Blush. En die andere is gewoon de normale die geen kleur heeft. Nummer 16, hier in de hoek. Oeh, losse glitters. Pigment, losse oogschaduwpigment in een hele mooie kleur. Kijk deze kleur, hoe mooi. Heel mooi paarsig. Dan is hier nummer 17. Nog een matte lipstick. Oh, in een hele donkere paarse kleur. Ik ben de dop hierin vergeten. Dit is de kleur Siren, donkerpaars. Ik vind zulke kleuren lipstick altijd heel mooi bij een vrouw met een donkere huidkleur. Staat altijd prachtig. Waar zijn we gebleven? Nummer 18, hè? Nummer 18. Weer aan de andere kant. Een HD matte poeder. Deze is super slecht. Niet gebruiken. Je hele gezicht wordt wit. En als je een foto maakt met flits, heb je heel veel flashback. Dit is gewoon exact dezelfde kalender als afgelopen jaar. Hier is nummer 19. Nog een losse oogschaduw. Oké. In een beetje een meer donkere bronzy kleur. Golden bronze heet die ook echt. Nummer 20. Die is weer lekker een beetje groot. Daar hou ik altijd van. Nog een oogpotloodje in een fel gele kleur. Nummer 21. Ook weer aan de lange kant. Misschien ook weer een potloodje. Ja, maar dit keer een lippotloodje in de kleur Sandstorm. Dit is een hele mooie kleur. Is een beetje een nude met een paarse ondertoon. Nummer 22. Nog een soft matte lip cream in de kleur Canes. Canes, spreek ik het zo uit? Volgens mij wel. Dit is ook wel echt een hele mooie nude kleur. Op zich moet ik wel zeggen dat we qua lipkleuren best wel kleuren krijgen die gewoon echt draagbaar zijn. En niet allemaal van die prul. We gaan richting het einde, jongens. Hier is 23. Nog een losse oogschaduw. In echt een hele, hele felgouden kleur. Dit is de kleur Antique Gold. Nummer 24. Oeh, nog een Butter Gloss in een hele mooie paarsige roze kleur. Dit is de kleur Angel Food Cake. Deze glossjes zijn zo fijn. En normaal zou de adventkalender dan nu klaar zijn, want we zijn nu bij 24. Maar deze niet, we gaan nog even door. Hier is dan nummer 25. Deze gaat echt helemaal open. Nog een liquid highlighter, maar in een meer donkere kleur. Nummer 26. Oeh, is dit ook iets voor de lippen of zo? Volgens mij wel. Lip scrub, om je lippen te scrubben. Dus dan heb je nu de lip scrub en de lip balm. Is wel een leuk setje om te hebben. Nummer 27. Nog een losse oogschaduwpigment volgens mij. Ja. Ja, in een groenige kleur. Nou hebben we dus paars en groen. Oh, mensen, mijn handen zijn moe geworden van het openmaken. Nummer 28 is nog een Butter Gloss. In de kleur Tiramisu. Nummer 29. Nog een mat lipstick, maar in een fel rode kleur. Dat is wel mooi, vooral met de feestdagen. Dit is de kleur Perfect Red. Nummer 30. We zijn bijna klaar. Oh my gosh. Oeh, eindelijk een full size iets. Full size NYX Control Freak Brow Gel. Dit is een brow gel die ze al heel lang hebben. En ze hebben ook al andere brow gels uitgebracht die beter zijn dan deze. Dus jammer dat ze deze oude erin hebben gedaan. Maar oké. Dit is wel het eerste full size product. Maar waar is dan nummer 31? Volgens mij is er geen 31. Volgens mij gaat het gewoon tot 30. Ik ben in de war. Er staat letterlijk op 31. Maar online staat in de beschrijving 30.
Ben ik nou blind? Oh, hier! Deze is een beetje anders verpakt. Zien we dit? Deze ziet er anders uit. Wat is dit dan? Ik heb geen idee. Kan die open? Nee, dit is gewoon geen vakje. Ik ga stuk. Wat moet dit voorstellen? Ik heb geen idee. Kijk, er zit ook gewoon niks achter of zo. Weet iemand wat hiermee wordt bedoeld? Ik heb geen idee. In ieder geval 30 vakjes, dus hij is helemaal leeg. Oké, dit zijn dan alle producten die we hebben gekregen. 30 producten. Wat vonden we van de kalender? Ik weet het niet zo goed. Ik moet zeggen, alles is mini, behalve één product. Dat vind ik al minder. Ook heel veel herhaalproducten. Heel veel dezelfde lipsticks, dezelfde glossjes. Vooral al deze losse oogschaduwen. Even serieus, wie gebruikt dat nog? Dus ik heb wel iets van, ja, ik weet niet. Ik persoonlijk, zou ik hem echt opnieuw halen voor mezelf? Nee, ik vind hem een beetje teleurstellend. Vooral voor 65 euro zijn er echt andere kalenders die echt beter zijn. Ik mis ook een beetje afwisseling. NYX heeft echt een heleboel verschillende make-up producten die ze ook hierin hadden kunnen doen. Wat ze niet hebben gedaan. Dus ja, al met al vind ik het echt wel een beetje tegenvallen helaas. Wat vinden jullie ervan? Let me know beneden in de reacties. Dit is de eerste kalender van dit jaar waar ik niet per se heel enthousiast over ben. Hij lijkt ook echt op die van afgelopen jaar. Dus als je die van afgelopen jaar hebt gehaald, heeft het geen nut om hem te halen. Maar ja, ik weet niet. Voor mij, ik vind het niet echt een geweldige kalender. Nou, dit was het dan. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!